We zaten in de zorgen, er waren zoveel dingen misgegaan. En ik kon er niet tegen, ging zuipen en verloor daardoor mijn baan. We kregen steeds meer schulden, ons eigen huisje moesten we toen uit. We wonen met subsidie nu in zo'n betonnen hok ergens in Zuid. En toen die advertentie van gezonde vrouwen even opgelegd. We willen veel betalen voor een kind, u hoeft niet eens met ons naar bed. We hebben nachtenlang gepraat en Nel vond ook, we moesten het maar doen. Wat is nou 9 maanden van je leven tegenover zoveel poen? Het antwoord dat kwam snel op onze brief die Nel der zussie had getikt. Komt u naar ons bureau op woensdag AS om 10 uur als het u scheelt. De zaak was snel beslist en voor de koffie tekenden we het contract. En van het voorschot zijn we toen die avond als maleiers doorgezakt. Het is nou 7 maanden, dat is achteraf een hele lange tijd. Als ik het 's nachts voel schoppen, vraag ik me af, willen we het nog wel kwijt? Wat zal er ooit van worden? Lijkt het op Nel of op ter pa misschien? We zullen het nooit weten, Nel zal de eigen jong nooit mogen zien. Maar ja, de poen is goed en geld stinkt niet en babyluiers doen dat wel. We kopen een nieuw bankstel en een cd en een tv met Viditel. Dat hebben we in ruil dan voor een kindje en voor andermans geluk. Waarom moet ik dan steeds janken? Waarom vind ik het dan zo ondraaglijk?